In het achtste hoofdstuk zal Philo de hypothese introduceren dat de totale hoeveelheid materie in het heelal eindig is. Dit heeft als gevolg dat de combinaties die kunnen gemaakt worden ook eindig zijn. En dat de wereld bijvoorbeeld het resultaat is van een evenwichtstoestand die tijdelijk is, maar die toch wel lang kan duren, zodat de mens eigenlijk niet echt de mogelijkheid heeft om het hele verhaal te zien. Nu, tijdens zo'n evenwichtstoestand is het mogelijk dat de mens cultuur ontwikkelt, dat er dus machines ontstaan, dat er een biodiversiteit ontstaat. En de mens zal misschien dan op dat moment de reden, de menselijke reden gaan aanduiden, als het soort van paradigma die hij kan opnemen in een analogie, waardoor een analogie ontstaat waarbij een ontwerper mogelijk wordt. Maar, zegt Philo, dit is natuurlijk een gevolg van het feit dat de menselijke reden zeer beperkt is en niet kan zien, niet kan vatten, wat eigenlijk de totale hoeveelheid toestanden zijn die er ooit geweest zijn en dat die evenwichtstoestand uiteindelijk maar tijdelijk is. Dit is het achtste deel, we gaan nu verder met het negende deel. Demea zal zich nu in het gesprek gaan moeien en hij gaat naar voren schuiven dat de a posteriori-hypothese, dat die duidelijk niet toereikend zijn. Dat die dus niet kunnen antwoorden op de vraag naar de godheid enzovoort enzovoort. Omwille van alle mogelijke opmerkingen die er in de vorige delen zijn gemaakt, herinner u dat a posteriori betekent dat je je bewijsvoering gaat afleiden uit de ervaring. En Demea zal daartegenover de idee postuleren dat het beter is om a priori te redeneren. Herinner u dat a priori een zeer beladen term is uit de filosofie, en dat de meest correcte vertaling, vind ik, van a priori eigenlijk is een vooronderstelling van iets. Dus je gaat iets vooronderstellen en je kan het vergelijken met een voorop geïnstalleerde software op een computer die het mogelijk maakt om ervaringen op te nemen. Dat is een a priori redenering. En hij meent dat die a priori redenering alle moeilijkheden die er zijn in zaken de oneindigheid van de godheid, de eenheid van de godheid, de volmaaktheid van de godheid, dat die a priori redenering al die moeilijkheden kan omzeilen. Nu, Cleanthes gaat dan vragen, ja, maar Demea, wil je dan eens uitleggen wat jouw a priori redenering is? Wel, en als u dan de situatie volgt op de slides, dan start Demea vanuit het idee dat al wat bestaat een oorzaak moet hebben. En we gaan even kijken wat Demea hier als bewijsvoering aanvoert. De bewijsvoering, antwoordde Demea, waarop ik zou willen bouwen, is de gebruikelijke. Dus hij grijpt terug naar de traditie. Al wat bestaat moet een oorzaak of reden voor zijn bestaan hebben, omdat het absoluut onmogelijk is dat iets, wat dan ook, zichzelf voortbrengt of de oorzaak van zijn eigen bestaan is. Ik heb al op verschillende gelegenheden erop gewezen dat de moderne fysica dit onmiddellijk zal kunnen tegenspreken. Mensen zoals Lawrence Krauss zeggen wel degelijk dat dingen uit zichzelf kunnen ontstaan zonder een externe oorzaak. Maar goed, Demea postuleert het idee dat alles een oorzaak moet hebben. Bij het voortgaan van gevolgen naar oorzaken moeten we derhalve ofwel door blijven gaan in een oneindige opeenvolging, zonder een laatste oorzaak, of we moeten uiteindelijk uitkomen bij een of andere laatste oorzaak die noodzakelijk bestaat. Dat is vrij eenvoudig te vatten. Als je een gevolg hebt, heeft dat een oorzaak. Je gaat altijd verder en verder en verder en verder. En er zijn twee mogelijkheden. Ofwel blijf je oneindig verder gaan, ofwel ga je op een bepaald moment zeggen, kijk, hier stopt het. En dat is een oorzaak die noodzakelijk moet bestaan, want als die er niet zou zijn, kan die natuurlijk niet die hele causale ketting in werking stellen. Dat is de redenering, dat zijn de twee ideeën die naar voren geschoven worden. Nu, de eerste optie, zegt Demea, namelijk de idee dat alles oneindig, 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 oneindig blijft voorgaan, zonder een laatste oorzaak, vindt hij volstrekt absurd. En hij gaat uitleggen waarom dat zo is. Wel nu, dat de eerste veronderstelling absurd is, kan als volgt bewezen worden. In de oneindige keten of opeenvolging van oorzaken en gevolgen, wordt ieder afzonderlijk gevolg, voor wat zijn bestaan betreft, bepaald door het vermogen en de werkzaamheid van de oorzaak die er onmiddellijk aan voorafgaat. Maar de totale eeuwige keten of opeenvolging als geheel genomen wordt door niets bepaald of veroorzaakt. En toch is het evident dat zij een oorzaak of reden nodig heeft. Net zozeer als ieder afzonderlijk object dat in de tijd begint te bestaan. Dus elk object heeft een oorzaak nodig, zegt Demea.
En het is eenvoudig, als je de keten afgaat, elke keer als er een oorzaak is, die geeft eigenlijk een kracht, een soort van werkzaamheid aan het gevolg. Maar wat blijkt nu, als je een oneindige keten naar voren zou schuiven, ja, dan is er niets dat die oneindige keten veroorzaakt. En dat is natuurlijk absurd, zegt Demea, want alles moet een oorzaak hebben. Hij gaat verder en zegt, kijk, het blijft een redelijke vraag, waarom deze bijzondere opeenvolging van oorzaken van eeuwigheid bestond, en niet een willekeurige andere opeenvolging. Waarom is het nu net exact die keten van oorzaak en gevolg die er is en niet een andere bijvoorbeeld? Of waarom is er geen opvolging, zegt hij, zegt het volgende. Dus, en niet een willekeurige andere opeenvolging of helemaal geen opeenvolging. Als er geen noodzakelijk bestaand wezen is, is iedere veronderstelling die gemaakt kan worden even goed mogelijk. Dus je kunt alle mogelijke ideeën naar voren schuiven. Je hoeft dus niet te zeggen dat die keten noodzakelijk volgens deze weg zal verlopen, want je kunt evengoed een andere weg kiezen, of je kunt gewoon zeggen dat er geen weg gaat zijn. Er schuilt evenmin een grotere absurditeit in de mogelijkheid dat niets van eeuwigheid zou hebben bestaan, dan in die opeenvolging van oorzaken die het universum vormt. Wat was het dat ervoor zorgde dat er eerder iets bestond dan niets, en dat één bijzondere mogelijkheid verwerkelijkte met uitsluiting van de rest? Dus met andere woorden, waarom is er iets dat heel deze ketting van oorzaak en gevolg in werking stelt en niet een andere ketting? En dan zegt hij, ja, er zijn weer verschillende mogelijkheden. Hè? Misschien was het niets, dus komt er uit het niets iets, de creatio ex nihilo. En dat is natuurlijk absurd, want uit het niets kan niet iets ontstaan. Herinner je de opmerkingen die ik gemaakt heb rond de moderne fysica? Toeval, zegt Demea, dat is een woord zonder betekenis. Dus het enige mogelijke antwoord is dat er ergens een laatste oorzaak is die noodzakelijk moet bestaan, die je absoluut moet hebben en wiens bestaan geïncorporeerd, wiens noodzaak geïncorporeerd zit in het bestaan. Dus hij zegt het volgende, we moeten derhalve uitkomen bij een noodzakelijk bestaand wezen dat de reden van zijn bestaan in zichzelf draagt en waarvan we zonder een duidelijke contradictie niet kunnen veronderstellen dat het niet bestaat. Er bestaat dien te gevolgen een dergelijk wezen, dat wil zeggen, er bestaat een godheid. Cleantes zal daarop reageren en zeggen, ja, maar er zijn toch wel een aantal argumenten, een aantal tegenargumenten te geven. En hij probeert de aanval van Philo wel af te blokken. Hij zegt, ik zal eventjes de zwakke punten aantonen, dan hoeft Philo het niet te doen. En hij zegt, kijk, en dat zijn twee belangrijke zaken die hij zegt. Ten eerste zitten er een aantal problemen in de metafysische redenering. En ten tweede ook vanuit religieus standpunt is er een probleem, want als je dat naar voren schuift, namelijk die causale ketting met die eerste oorzaak als basis voor een religieuze devotie, ja, niemand gaat een keten van oorzaak en gevolg aanbieden. Niemand gaat een keten van oorzaak en gevolg gebruiken als troost. Dus ook binnen in de religie is die keten eigenlijk volstrekt onbruikbaar. En ook metafysisch is er een ernstig probleem. En hij zegt, kijk, we gaan ons baseren op het volgende. Ten eerste, niets is strikt bewijsbaar, zolang het tenzij een tegendeel bewezen wordt of een contradictie bevat. Dus zegt hij het volgende. Ik wil beginnen met op te merken dat er een evidente absurditeit ligt in het willen bewijzen of aantonen van een feitelijke stand van zaken met a priori argumenten. Niets is strikt bewijsbaar tenzij het tegendeel een contradictie bevat. Niets dat we duidelijk voorstelbaar is bevat een contradictie. En dus zegt hij, en dat is heel belangrijk, wat we ook maar voorstellen als bestaand, kunnen we ook voorstellen als niet bestaand. En dan, en dat is interessant om even te kijken op de slide, dan verwijst hij eigenlijk naar een stijl van bewijzen die je kan terugvoeren tot Anselmus van Canterbury met zijn fameuze ontologisch godsbewijs. En dat is vrij eenvoudig te visualiseren. Veronderstel dat je een godheid hebt. En die ziet eruit als volgt. En je zou aan die godheid de notie van bestaan toevoegen. En je zou dat vergelijken met de godheid zonder dat je die notie van bestaan zou toevoegen. Ja, dan zit je met een tegenstrijdigheid, want dan kan dat geen godheid zijn. Hè? Er is maar een godheid op het ogenblik dat het bestaan erbij is, want dat hoort bij het God zijn.
En dat is iets, zegt Kleanthes, ja, dat is een gebruikelijke manier van bewijzen. Maar dat blijft natuurlijk het probleem dat je zelfs die godheid, waarvan het bestaan noodzakelijk is en geïncorporeerd is in die godheid, die kan je ook zelfs als niet bestaand voorstellen.